Mathieu, jij bent een sportliefhebber, dus de zomer van 2021 is voor jou met een jaartje uitstel een droomzomer, denk ik dan. Ja, met het EK voetbal dat eraan komt. Wij hebben zo met de familie hebben wij altijd een traditie dat wij elke wedstrijd van de Rode Duivels volgen. De ene keer bij mijn ouders, de andere keer bij ons, dan met mijn broers. En dat is altijd met een barbecue en ja, ook een drankje bij natuurlijk, Peter. Dus dat zorgt Tuurlijk. voor heel wat sfeer. Ik herinner mij nog de legendarische wedstrijd tegen Japan. Weet je nog dat we daar 0-2 achter stonden en dan nog in extremis wonnen? Dat zijn beelden die bijblijven. Je weet nog perfect waar ik op dat moment in welke zetel zat. Wat de reactie was van mijn schoonzus toen dat beslissende doelpunt viel. Ja, en dan ook de Olympische Spelen en dergelijke. Allee, ik hoop toch dat die nu, want er is nog heel wat discussie over, is dat nu al definitief? Normaal gaan die wel, allee, zullen die wel plaatsvinden. Dus ja, het zal schipper zijn tussen het werk door om pluggen een en ander mee te pikken. Maar het EK voetbal, daar ga ik toch denk ik geen enkele wedstrijd van missen. Ja. Ja, wat gaan de Rode Duivels doen, denk je? Oh, dat is een gevaarlijke vraag. Ik heb de wedstrijd gezien tegen Griekenland, de oefenwedstrijd. Ja, daar zijn critici natuurlijk al meteen aan het praten van, oh, het zal moeten anders zijn op het EK, maar je moet die jongens ook wat krediet geven, hè. En Martinez heeft daar ook een beetje een testploeg opgesteld, veel vervangingen, mensen kansen geven. Dat is testen, hè. Daarvoor is het ook een vriendschappelijke wedstrijd. Ja, we zijn er zo dichtbij geweest, Peter, in 2018, halve finale. Ik ben geen dromer, ik ben eerder een realist. Ik vraag me af of dat we datzelfde niveau, diezelfde sfeer, diezelfde hype als in 2018 kunnen halen. Ik hoop het wel, maar het is geen makkelijke affiche. Nee. Ik denk Denemarken in de voorrondes, Rusland, we zullen op onze hoede moeten zijn, maar ik hoop uiteraard zoals heel België dat we die beker mee kunnen naar huis nemen. Maar ik betwijfel het of we in diezelfde vibe zullen zitten als in 2018. Laat ons hopen van wel. Ja, en ook de sfeer bij de mensen gaat toch anders zijn met corona? Ja, grote schermen, duizenden mensen die bij een doelpunt hun blikje bier weggooien en toestanden, dat zal er niet zijn. Ik heb ook wel een beetje het voorgevoel dat we er anders naartoe leven. Oké, in supermarkten en andere winkels zie je heel wat gadgets, maar je voelt toch, ja, het is al een jaar uitgesteld. Ik denk pas als het effectief zal beginnen, als het EK begint, dat we dan misschien wel in die vibe zullen terechtkomen. Maar dat we nu zo'n beetje in een fase, ja, het er naartoe leven, het is anders, denk ik. Maar eens het toernooi begint en de eerste wedstrijden lopen goed, denken we dat we wel weer die vibe zullen hebben. Ja, vanaf woensdag 9 juni mogen we ook met 400 mensen buiten, denk ik. Mits de maatregelen, allee, als het allemaal zo zal zijn. Maar het zal toch anders zijn, hè? Duizenden mensen op een plein, dat zit er niet in. Dus de sfeer zal ook wel een beetje anders zijn. Ja, Mathieu, ik wou het eigenlijk net te zeggen van ja, ik denk dat de eerste Belgen hun eerste wedstrijd moeten winnen voordat wij los gaan komen als supporters. Ik denk het ook. Oké, we hebben nu die oefenwedstrijden. Het is ja, het is geleden van het WK in 2018 dat we echt een toernooi hebben gespeeld. Oké, we hadden wel die Nations League, die Nations Cup. Maar ik denk inderdaad, stel dat we meteen tegen Rusland een goed resultaat halen en dat we een goed België zien en een goede Rode Duivels zien, dat we er meteen alleen wel vertrokken zijn voor een fantastisch toernooi.